We gaan super politieauto's verzamelen hier in GTA 5. En sommige moeten we stelen. Ik sta hier mooi in pak op het dak als Michael. En hier beneden staat het politiebureau. En als je heel goed kijkt, staan daar heel wat politieagenten. Maar ook een hele dikke vette supercar auto. Namelijk een supercar politieauto. Ik wil die auto natuurlijk stelen, dus dat gaan we vandaag ook doen. Hij staat hier letterlijk gewoon beneden. Wacht, even kijken. Kan ik hier opklimmen? Kijk, letterlijk daar staat die politieauto. Hij is zo erg mooi. Er zijn een aantal van deze politieauto's in GTA 5. En eentje ervan staat hier. Laten we gewoon hier met het trappetje naar beneden gaan en laten we de auto stelen. Let's go. Laten we chess doen. Knal wat blauw duimpje op binnen 5 seconden. Binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ja, is jou gelukt? Nice. En vergeet zeker niet even te abonneren op dit YouTube-kanaal. Let's go. Gaan we? Oh, dat was niet met het trappetje naar beneden. Maar we zijn wel beneden. Oké, dit is het politiebureau. Er zijn heel veel politiebureaus in de stad. En bij deze politiebureau staat een supercar. Dit zijn allemaal andere standaard politieauto's. En deze politieauto hier in het midden is gewoon een supercar. Oftewel een hele dure politieauto. Hallo politieagent, is dit uw politieauto? Ja, dit is mijn politieauto. Afblijven. Oké, sorry. Ik blijf er ook vanaf. Het is een hele mooie politieauto. Oké, even kijken. Hoor, ik heb heel veel wapens bij mij. Dus ik kan ze gewoon gaan neerschieten, zodat ik zo meteen die auto kan stelen. Maar dan krijg ik natuurlijk wel de politie achter mij aan. Wat logisch is. Hier staan ook wel politieagenten. Dit is een undercover auto, zie ik. Oké. Hallo mensen. Oh, hi. Oké, weet je wat we gaan doen? We pakken gewoon een wapen en we knallen ze allemaal neer. Let's go. Oké, ik heb heel veel politie achter me. Oh, hier staat nog eentje. Oké, die hebben we neer. Ik heb 3 sterren politie achter me aan. Oké, maar ik zit in de auto. Ik heb letterlijk de dikke Mercedes supercar heb ik gestolen. Oké, wow, dit ding is gaaf. Dit ding is heel gaaf. We kunnen de sirenes ook aanzetten. Wow, zelfs in de achterkant heb je letterlijk gewoon zwaailampen. En aan de voorkant van de grill heb je gewoon letterlijk voorlampen van de sirene. Dat is heel... Maar let's go! Nu moeten we proberen te ontsnappen van de politie natuurlijk, wat logisch is. En dat moet zeker goed gaan komen met zo'n dikke, vette, snelle supercar auto. Als je niet crasht. Dat was echt op het nippertje van een botsing. Oké, van 3 sterren politie moet ik vast wel zeker wel kunnen... Oh, vrachtwagen! Kijk uit, joh! Ik moet vast wel kunnen ontsnappen van 5 sterren politie. Oké, let's go. Onder de brug hier, onder de snelweg. En dat is pijnlijk. Een hele dikke deuk in de auto. Maakt niet uit. We gaan door de wasstraat. Dan is het vast wel opgelost, of niet? We gaan kijken. Door de wasstraat. De deuk zit er nu nog. De deuk zit er niet meer in. Kijk, ideaal. Let's go. 3 sterren politie. Daar moeten we van kunnen ontsnappen, zou je moeten zeggen. En al helemaal met zo'n snelle auto. Kom op. Hier naar rechts. Trouwens, ik zit even te kijken. Ik zie heel veel politieagenten hier staan op de map. Dit is het andere politiebureau. Ik denk dat hier de volgende supercar te vinden is. Dus we zetten daar alvast de checkpoint voor straks. Want er zijn namelijk heel veel supercars die we kunnen stelen vandaag. Politie supercars. Dit is er eentje van. Come on, let's go. Oké, de politie raakt ons op kwijt. Dus we doen de sirenes uit, want anders dan valt het natuurlijk wel een beetje op. En we gaan ons gewoon hier verstoppen. Let's go. Hier heb ik een parkeergarage. Goed zo. Nu kan er geen enkele helikopter ons zien. We zetten de auto gewoon hier neer. Gewoon zo. En we stappen gewoon heel eventjes uit. We zetten hem helemaal eventjes uit, de auto. En dan gaan we verstoppen in het bosje. En dan zijn we gewoon klaar. Dan zijn we ontsnapt van de politie. Zo makkelijk is het. En ja, we zijn ontsnapt. En nu kunnen we instappen in deze auto. En kunnen we rijden naar de volgende waypoint. Oftewel het volgende politiebureau. Waar we de volgende supercar politieauto kunnen gaan stelen. Wat natuurlijk logisch is. Want waar vind je politieauto's? Bij het politiebureau. Ja, oké, dit is het volgende politiebureau. En we hebben natuurlijk een dikke supercar. Dus deze auto zetten we gewoon eventjes... deze moeten we trouwens wel even opslaan ergens. Weet je wat? We slaan gewoon al onze supercars die we gaan verzamelen vandaag. In deze video slaan we gewoon hier boven op de parkeergarage op. Zo, hoppa, de eerste is binnen. Nou, we zijn hier bij het politiebureau. Maar hier heb je natuurlijk de balie. Maar hier heb je de auto's. Hallo, auto's. Hallo, politieagent. Hallo, ik ben hier eventjes... ik ben hier voor het werk. We hebben hier een bus van de politie. Voor de gevangenen. Die hebben we niet nodig. We hebben hier politieagenten. Die staan hier bij de auto te praten. We hebben hier een hele dikke politieauto. Ja, dit is het allemaal niet. Dit is een of andere... Oh, ook dik. Met een waterkanon op de politieauto. Vrachtwagenachtig iets. Maar ik zie de andere auto nog niet. De supercar auto. Misschien zit die wel hier binnen. Even kijken. We gaan even kijken of we hier binnen kunnen komen. Nee, het zit dicht hier. Oh, dat is jammer. Maar er staan ook rode lampen bij. Misschien dat die, dat we hier... Oh, kijk. Daar staan politieagenten te praten. Misschien dat die daarachter staat. Oké, we gaan even kijken. Weet je wat? We pakken ook gewoon gelijk even een wapen met een suppressor. Ik heb nu een wapen met een suppressor. Die politieagent mag ons niet zien daar. En dat. Oké, ik heb deze zo net neergeschoten. En er is hier geen auto verstopt. ja. Maar waar staat die dan? Waar staat dan... Oh, meen je dit nou? Serieus? De auto staat letterlijk gewoon hier. De supercar auto.
Oftewel, het is gewoon dik. Het is volgens mij gewoon een Bugatti. Het is een Bugatti. Ja, het is gewoon een Bugatti. Oh my god. Hey, politieagent, is dit uw Bugatti dienstvoertuig, politieauto? Ja, dat is mijn politieauto. Afblijven. Oké, waarom zeggen alle politieagenten hetzelfde? Maar goed, maakt niet uit. Even kijken. Staat er hier iemand om de hoek? Oké, meneer politieagent. Hoppa! Let's go! Let's go! Oké, ze hebben het gezien. 3 sterren politie achter. Heb ik achter me aan. Oké, let's go! Bugatti! Bugatti, let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Ontsnappen! Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Er werd ook al op me geschoten. Let's go. We hebben nu 4 sterren politie achter ons aan, dus dit gaat heel lastig worden. Alleen, we hebben natuurlijk een hele dikke, vette auto. En niet zomaar één, een Bugatti. Met letterlijk een spoiler die gewoon letterlijk omhoog komt. Let's go. Het voordeel van een politieauto is zo... Oh my god, het stond hier vol met dikke gepantserde politievoertuigen om mij te blokkeren. Ze halen er wel allemaal... Ze willen mij echt proberen op te pakken. Wat logisch is, want ik heb een van de duurste politieauto's zo meteen gejat. En dit is zometeen de tweede al. En we hebben nog een paar te gaan. Want er zijn best wel wat politiebureaus in de stad. Let's go! Oké, ik ben heel benieuwd of we kunnen ontsnappen van de 4-sterren politie. Dat moet zeker goed gaan komen met zo'n dikke, vette Bugatti politieauto. Moet je even kijken hoe dik dit eruit ziet. Oh! Oké. Politieauto is trouwens ook heel sterk. Er zit bijna geen krasje op, joh. Oké, we gaan hier naar rechts. Let's go. We moeten de politiehelikopters kwijtraken. Let's go. Let's go. Oké, politie. De politie is mij even heel even kwijt, trouwens. Sirene is uit. En oké, nu moet ik heel erg goed gaan kijken naar links onderin. Want daar zie je namelijk de politieagent hier op de hoek komen. Die gaat mij sowieso weer spotten, of niet? Oh, nee. Oh, we zijn volgens mij trouwens ook bijna bij het volgende... Oh, kijk, hier kunnen we verstoppen. Maar we zijn ook bijna bij de volgende politiebureau, volgens mij, of niet? Als je heel goed kijkt, zie je ook hier heel veel politieagenten op de been. Dus hier is het andere politiebureau. Dus daar zet het een waypoint voor zometeen. We verstoppen ons hier eventjes. Let's go. En ja hoor, we zijn ontsnapt. En we hebben een of andere dikke, vette Bugatti politieauto gestolen... Dat ze dit gewoon letterlijk in GTA 5 hebben. Ik weet het, alleen op dit YouTube-kanaal. Dus mis het niet en abonneer op dit YouTube-kanaal. Dan mis je namelijk niks van deze video's. En klik snel even op het blauw duimpje omhoog. Deze politieauto zetten we hier neer. Hoppa, deze hebben we ook binnen. 2 politieauto's hebben we nu gewoon al. Haha, op naar de 3e en de 4e. We zijn hier bij het volgende politiebureau. En kunnen we hier ook naar binnen? Ik denk het niet. Hallo politieagent, even zien. Nee, we kunnen hier niet naar binnen. We kunnen hier wel naar beneden. We moeten gewoon even kijken waar we die politieauto kunnen vinden. De volgende supercar politieauto. De superdure politieauto. Even kijken. Oké, dit is de ingang, maar hier kan ik allemaal niet in. Kijk, LSPD, dat is natuurlijk gewoon de politie in Los Santos. Waar staat die politieauto dan? Oh, kijk. Now we are talking. Oftewel, hier voor mij staan politieagenten die de boel hier staan te bewaken. Oké, en ik zie daar inderdaad een auto staan en een tank. Is dat nou serieus een tank? Oké. Geen idee wat dat is. We gaan hier gewoon even omhoog, want we moeten natuurlijk hier wel naar binnen proberen te sneaken en te sluipen. Want ja, hier binnen is natuurlijk de politieauto, maar hoe komen we daar? Nou, heel voorzichtig hier naartoe lopen. Kijk, daar staan politieagenten. Daar, 2. Maar kijk, hier staat er ook eentje. En dit is wel even spannend hoor, want kijk, daar staat een tank met een politieauto. Oké, en we kunnen gewoon heel rustig, als we heel rustig hier naar beneden gaan, zo. Dan zien ze ons gewoon niet. Kijk. Allemaal politieagenten die hier de dikke vette auto en tank. Sinds wanneer heeft trouwens de politie een tank? Maar goed, deze agenten staan dus die tank en deze dikke vette politieauto te beschermen. Alleen het enige probleem is, als ik zo meteen in deze auto stap en ik rijd naar voren, dan gaan ze mij sowieso tegenhouden en word ik neergeschoten. Dus, ik heb een heel handig idee, denk ik. Als we nou gewoon eventjes in deze tank stappen, hè. Kijk, we stappen in de tank. Gewoon, ja, weet je, dit is geen super politieauto en deze gaan we ook niet stelen. Maar als we in deze tank stappen en we gaan in first person... Oh, dat was nou niet de hele bedoeling. Ik bedoel gewoon dat we gaan schieten. Ik heb nu ook al politie achter me aan trouwens. Oh, nee, wat heb ik gedaan? Ik heb per ongeluk... Dit was niet de hele bedoeling. Ik krijg nu politie achter me aan. Oh, shit. Oké, dit was niet de bedoeling. Jullie weten wat ik bedoelde. Het ging niet helemaal goed. Maar, weet je, we moeten nu de auto even verplaatsen. Oh, zet hem hier neer. Let's go. Go. Stap uit. Nee. Gooi een granaat, want er komen daar politie. Oh, er komt ook een politiehelikopter aan. Knal hem neer. Oh, gemist. Nog een keer. Schiet. Goed zo. Goed zo. Go. En nu moet ik... Wat is... Nee, wat heb ik gedaan met de politieauto? De politieauto is helemaal kapot, omdat die tank ineens... Die loop van die tank ging ineens gek doen. Oh my god. Moet je kijken wat er gebeurt met hem. Oh my god. We hebben 4 sterren politie achter ons aan. En dit gaat echt heel moeilijk worden om te ontsnappen. Ik dacht het wordt heel makkelijk om te ontsnappen van al deze politieagenten met deze politieauto's die we gaan stelen. Want het zijn natuurlijk enorme snelle politieauto's. Maar het ging nou niet echt helemaal zoals ik had verwacht. We hebben zelfs een lekke band. Oh nee.
Oh nee, wat is er aan de hand met deze politieauto? Oh, oké, ik denk dat dit de moeilijkste politieauto wordt om te laten ontsnappen. Als we deze kwijtraken, omdat we zo meteen worden opgepakt door de politie, zijn we gewoon alle politieauto's kwijt. Dus dat moet maar niet. We moeten proberen te ontsnappen, maar het gaat wel heel lastig worden. Alhoewel, de auto is echt heel moeilijk te besturen, maar gaat wel redelijk snel. Zelfs nu gaat hij heel snel. Oh nee. Oké, dit is juist goed. Want kijk. Nu kunnen we in deze tunnel verstoppen en dan is de politie hopelijk ons kwijt en de politiehelikopters. Want dat is het ding, we moeten ontsnappen van die politiehelikopters. Laat maar. Die politieauto's kunnen ook hier komen. Oh nee. Nee! Help. Oh, dit gaat fout. Dit gaat zo fout. Ik heb nu 2 lekke banden. Oh my gosh. Dit gaat zo fout. We hebben zometeen nog een politieauto te stelen, dus dit wordt echt nog wat. Hopelijk dat dit de lastigste wordt en is en blijft. Maar de politie raakt ons wel kwijt, dus we gaan de goede kant op. Goed zo. Oké. Goed zo. Ja, oké. Oké, nice. Dit gaat de goede kant op. Soort van. En we zijn de politie kwijt en de auto is ook hartstikke kapot. En hij geeft ook helemaal licht, joh. Zo. Oh, wat? Oh, nee. Er komt benzine uit de auto. Nee, er komt benzine uit de auto. Oh, dat is foute boel, dat is hele foute boel is dat. Kijk, we kunnen het letterlijk nu gewoon aansteken, denk ik, of niet? Go. We moeten zo snel mogelijk naar Los Santos, zodat we hem kunnen repareren. Er lekt allemaal olie uit. Doe Los Santos open. Goed zo. Repareren hem. Goed zo. We zijn op tijd in Los Santos, oftewel... We kunnen hem nu gewoon letterlijk repareren. Los Santos Customs. Nice. En hij is heel. Oftewel, we hebben onze derde supercar politieauto gestolen. Een dikke vette politieauto. Woehoe. Deze is trouwens ook wel echt gruwelijk. Hij ziet er heel snel uit. En dat is hij trouwens al. Oh, ik had hem net gerepareerd, Kevin. Oh, hij is ook heel snel. Nice. Woehoe, kijk uit. En hier komt hij. De derde politieauto die we hebben gestolen. Dit is al een hele mooie verzameling, hoor. De binnenkant is ook helemaal van carbon, zie ik al wel. En dit is een hele mooie verzameling. We hebben deze auto nu. We hebben deze politieauto, Bugatti. En we hebben natuurlijk de Mercedes. Dit zijn hele mooie politieauto's en natuurlijk hele snelle. Oftewel, we hebben 3 snelle auto's en we hebben nog 1 te gaan. Let's go. Ik sta hier op de Zeppelin in GTA 5. En ik sta heel hoog in de lucht. En hier ergens moet een politieauto verstopt zijn. Wat is namelijk het politiebureau? Het 4e politiebureau van vandaag in GTA 5 in Los Santos. En even kijken hoor. Kijk, ik zie daar een politieagent daar staan. Ik zie daar wat politieagenten staan. En ik zie, als ik heel goed kijk, zie ik hier volgens mij een politieauto staan. En dat is ook een supercar. Oftewel een Lamborghini. Een hele snelle politieauto. En ik denk de snelste. Dus laten we gewoon gelijk naar beneden gaan. En laten we proberen die auto te stelen. Let's go. Parachute uit. En ideaal trouwens, zo'n Zeppelin. Kan je gewoon letterlijk gewoon even kijken wat er allemaal te bekijken valt. En wat je kan stelen en hoe allemaal. Daar komen we. Oh, kijk, een blauwe smoke. Blauwe rook. Daar komen we. Oh, dat is een boom. Oh. Au. Hoi, politieagent. Hoi. Ik ben hier op een... Oké. Goed, we gaan door. Ik zie hier een tow truck. Sorry. Ik ga maar aan de kant. Ja. Ik zie daar die Lamborghini staan. En ik heb hier een tow truck. Oftewel, we gaan... Jongen, rij dan even door of zo. Gaan we daar niet aanrijden? Oké, we stappen in de tow truck. Oftewel, de sleep... auto. En we doen gewoon net zoals alsof we naar binnen moeten, omdat wij een auto moeten wegslepen. Hallo politieagent! We moeten hier naar binnen ik moet hier gewoon naar binnen voor het werk. Ja. Oké, ga ik. Let's go. Er staan hier best wel wat politieagenten. En ik ga even naar deze politieagent, want ik wil even deze auto bekijken. Zo! Dit is wel een hele mooie politieauto, hoor. Moet je eens even kijken. Oh my god, hij glimt gewoon bijna, man. Oh, dikke vette Lamborghini. Motor in de achterkant. Oh, cool. Hey, politieagent, is dit uw auto? Ja, afblijven alsjeblieft. Echt, waarom zegt elke politieagent met zo'n auto hetzelfde? Echt waar. Ja, ik blijf er vanaf, sorry. Oké, dat gaan we natuurlijk niet doen, want ik heb deze laatste politieauto nodig. Dit is de snelste politieauto in GTA 5. En deze moeten we gaan stelen. Weet je wat? We doen dit ding naar beneden. En we gaan proberen vast te krijgen. We gaan kijken of ik hem alvast kan krijgen. En dat moet een beetje snel. Ja, nu. Oh shit, ik heb politie achter me aan. Wat logisch is, want ik jat nu gewoon die Lamborghini politieauto. Let's go. Trouwens, één klein probleempje. We hebben 5 sterren politie achter ons aan dit keer. En ik rijd dit keer niet in de snelle politieauto. Nee, ik rijd dit keer in een tow truck. En ik ben bijna doodgeschoten. Oké, dit wordt heel spannend. Let's go. We moeten proberen te ontsnappen. Dit gaat heel lastig worden. Dit wordt de lastigste tot nu toe. Want we hebben nu letterlijk gewoon een politie Lamborghini achter ons aan. Omdat die vast zit. Oh nee, kijk uit. Oh!
Oh, dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Ongelooflijk. Go, 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 go. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Hoe gaan we dit ooit kunnen aanpakken? Ik heb letterlijk een politieauto gestolen gewoon. Oh, dit wordt zo lastig. Oh. Oh, oh nee. Kijk uit, kijk uit, kijk uit. Oh, kijk uit. We moeten hem niet verliezen. We moeten de politie Lamborghini niet verliezen. Go, 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 go. We hebben geen tijd te verliezen. Twee politieauto's achter me aan. Twee helikopters. Aan de kant. Zo, dit ding kan wel goed beuken trouwens. Go, go, go. Hier naar links, 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 hier naar links. Goed zo. Scherpe bocht, scherpe bocht, scherpe bocht. Kijk uit, Lamborghini. Kijk uit, Lamborghini. Oh. Dit is zo raar, jongens. Dit is zo raar. Go, 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 go. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we deze politieauto ook proberen te stelen? Met deze trage touchwork, met deze trage sleepauto. Ik heb geen idee, ik heb geen idee. Het voordeel is wel dat we al deze auto's aan de kant willen kunnen beuken. Zo, hoppa. Oh nee, oh nee, oh nee. Oké, okay, een scherp bocht, scherp bochtje, scherp bochtje, scherp bochtje. Goed zo, goed zo, goed zo. Langs het tankstation, langs het tankstation. Kijk uit dat de Lamborghini niet tegen het tankstation aanknalt, want dan hebben we een kapotte auto. Oh nee, oh nee, oh, dat was een palmboom. Oh, dit is niet helemaal hoe ik het precies had gehoopt. Maar het gaat goed. Go, go, go. Kijk uit, politie. Auto's. Kijk uit. Come on, come on, come on, come on. Oh, nee. Nee. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Oh, dit gaat fout. Oké, okay, we hebben hem weer. We hebben hem weer. We hebben hem weer. We hebben hem weer. Go, 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 go. Go, 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 go. Er zit wel een kleine deuk in de auto. Maar dat kunnen we fixen. Kunnen we hier naar beneden? Nee, dat kan niet. Oh, nee. Dit gaat fout. Nee, bots niet tegen mijn Lamborghini aan. Hoppa, neergeknald. Dan moet je niet tegen mijn Lamborghini aan botsen. Dit is mijn toekomstige politie Lamborghini. Go, go, go. Come on, come on. Come on. Oh, nee. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, jongens. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hier, 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 hier. Go, 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 go. We kunnen... Oh, nee, nee, nee. Oh, snel, goed zo, goed zo. We kunnen niet de jump nemen, want dan gaat hij sowieso los. De politie Lamborghini auto. Hier naar links. Go, go, go. Oh, nee, er komen politieauto's achter me aan. Nu natuurlijk. Oh, nee. Ik kan helemaal niet zo snel. Go, go, go. Naar links, naar links, naar links, naar links. Ik kan natuurlijk ook in de Lamborghini stappen. Alleen ik ben bang dat het dan fout gaat. Want de Lamborghini is al een beetje kapot. Go, 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 go. Nee, hij is los weer. Hij is los, nee. Oh, snel, 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 snel. Koppel hem weer vast. Koppel hem weer vast, snel. Goed zo, go, go, go. Nu. Daar gaan we, daar gaan we. De politie zoekt ons al. Dit gaat de goede kant op. Dit gaat de goede kant op. Dit gaat de goede kant op. Soort van. De auto's zijn wel hartstikke kapot, alle tweeën. De sleepauto ook, maar dat maakt niet uit. Kijk uit mensen. Kijk uit. Kijk uit. Oh, nice. Nice. Dit ziet er goed uit. En ja hoor. Ja, 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 ja. We hebben gewoon bingo. Haha. Ja. We hebben de politieauto. Oh, we zitten alleen wel vast. Oh. Ja. Dat moet gefixt worden. Hier zijn we. De andere politieauto's staan hier. Oh, kijk uit. Oh, kijk uit. Oké, okay, andere politieauto's staan hier ook. Oké, okay, we zetten deze politieauto gewoon daar neer. Hoppa. We hebben deze politie Lamborghini gestolen. We moeten hem nog even repareren. Maar dat doen we straks wel. Dat komt allemaal wel goed. En we hebben natuurlijk deze politieauto. Deze en deze. En natuurlijk de Lamborghini politieauto. Nice. Geslaagde missie. Knal op een duimpje omhoog. Abonneer op dit YouTube kanaal. Klik op het belletje. Dat is het abonneerknopje om niks te missen. En klik snel op een van deze twee video's. Want die gaan zo meteen verdwijnen binnen 3, 2, 1.